Het gebeurt af en toe. Maar mama, het
was niet mijn schuld. Het waren de Pippi en Betty die in mijn bed waren gekropen. Zeker, Samsam, zeker. Maar ik zal eerst een pyjama en schone lakens halen. Zie je, Samsam, die monsters, zelfs al zijn het hele kleine, je mag ze nooit vertrouwen. Ik had naar je moeten luisteren. Je had gelijk. Zeg, Sambeertje, je mag het aan niemand vertellen. Hè? Je weet toch dat een kosmische held nooit in zijn bed plast?